Een ploeg van de Britse omroep ATN ging kijken in een dorp dat eind vorig jaar bijna volledig werd uitgemoord. Bentala heet het, op een paar tientallen kilometer ten zuiden van hoofdstad Algiers. De tv-ploeg probeerde uit te vissen wie de moordenaars zijn. Een eenvoudig antwoord is het niet geworden. Dit was ooit een bekoorlijk plaatsje om te wonen. Vandaag is Bentala zo goed als verlaten. Niemand brengt hier nog de nacht door. Alleen overdag komen enkelen naar hun dorp terug, want tenslotte is dit nog steeds hun thuis. Op 22 september vorig jaar beleefde Bentala uiterste gruwel. 40 gewapende mannen hielden toen 's nachts een raid op het dorpje. Het verhaal van die nacht kan gereconstrueerd worden aan de hand van getuigenissen van de overlevenden. Aisha zegt dat ze wist dat de terroristen zouden komen. Ze hadden zich aangekondigd door nachten op voorhand in het dorp lawaai te komen maken. Buiten probeerden enkele dorpelingen de terroristen weg te jagen. Toen een bom insloeg in het huis van Aisha, moest ze op zoek naar een andere plek. Ze nam haar baby mee naar het dak. Daar heeft ze zich de hele nacht schuilgehouden. De terroristen kenden hun slachtoffers, want ze riepen hun namen. مازال صوت في راسي نتاع واحد الطفل جا نهار كي جاو يذبحوه خرجوه برا قال لهم لا لا ما تذبحونيش كان داير في بالو مسكين يقتلوه برصاص. Na vier uur van aanhoudende slachtingen konden de mannen gewoon verdwijnen in de heuvels. In het dorp lieten ze 150 dode burgers achter. Het leger was nooit ver uit de buurt. De nacht van de slachting is zelfs een legerhelikopter gehoord. Het geschreeuw was tot buiten het dorp te horen en er zijn nog andere aanwijzingen dat het leger precies wist wat gebeurde. De Britse reportagemakers kregen deze videoband in handen, die het land is uitgesmokkeld. Hij werd waarschijnlijk gemaakt door militairen en laat zien wat aangericht werd in een ander dorp, niet lang na de slachting in Bentala. Wie deze beelden ziet, kan niet zeggen dat hij niet weet wat in Algerije gebeurt. We willen waarschuwen voor de gruwel ervan. Dit zijn de eerste beelden uit Algerije die expliciet laten zien hoe gruwelijk de doders te werk gaan. En de meest schokkende fragmenten tonen we niet eens. De journaliste van de Britse omroep had een gesprek met een gewezen Algerijns diplomaat. Volgens hem controleert de Algerijnse geheime dienst een deel van de JIA, de islamitische organisatie die verantwoordelijk wordt gehouden voor de moorden. Police, gendarmerie, secret army, militia.
Hij baseert zich daarvoor onder andere op een gesprek dat hij had met iemand van de geheime dienst. On the beginning of 94 and the war, the dirty war in Algeria was in a tragic moment. I say, look, that will be a big problem. The GIA will take the power. He said, don't worry, friend. The GIA is under control. De gewezen diplomaat beweert dat de oorsprong van de infiltratie teruggaat tot in Afghanistan. Tot een tijd toen de Jihad nog niet eens bestond. Het was midden jaren 80. Duizenden jonge Algerijnen sloten zich aan bij de Mujahideen in een heilige oorlog tegen de Sovjet-Unie. Sommigen uit eigen overtuiging, anderen op aansturen van de Algerijnse geheime dienst. Precies die strijders zouden bij hun terugkomst in eigen land meegeholpen hebben om de Jihad op te richten. The creation of the GIA was sort of directed by the secret military itself. But in the beginning, they don't control all the GIA. There were effectively Islamists in the GIA. But from month to month, year to year, I would say that at least 80% among the GIAs are completely controlled and manipulated by the power, by the secret military. Deze stelling brengt ons terug naar Bentala. De slachtingen hier zouden zijn uitgevoerd door de Jia. Maar toen deze vrouw oog in oog kwam met de terroristen, zag ze dat er iets fout was. Soumaya kan niet begrijpen hoe een moslim iets zou zeggen wat godslasterend is. Laat staan een lid van een fundamentalistische organisatie. The Algerian regime needs violence, level of violence, to be able to run the Algerian society, to manage the Algerian society, because he's completely rejected by the society. They need sort of false opposition, armed opposition, to the West, to the people, look, we are fighting the extremists, the fanatic. And to be able to, if you want, to give a reason to the violence and to the terrorism run by the state, you should have sort of an enemy, a false enemy. Een anonieme getuigenis van een dienstplichtige bevestigde beweringen van Mohamed Labri. Deze man, die afgelopen zomer zijn dienstplicht vervulde, werd voornamelijk ingezet om huizen te doorzoeken en islamitische fundamentalisten op te sporen. De man is nu gedeserteerd en heeft asiel gevraagd in Groot-Brittannië. Hij legt de bezwarende verklaringen af over de rol van het leger bij sommige massamoorden. Zo moest hij op een avond buiten een dorp blijven wachten toen een andere commandogroep de straat introk. De Algerijnse regering ontkent stellig dat het leger mensen heeft vermoord of nalatig is geweest bij de verdediging van zijn burgers. Maar de regering slaagt er ook niet in de slachtingen te stoppen. De Europese delegatie die naar Algiers gaat, zal niet mogen onderzoeken wie de moorden pleegde. Hun enige bevoegdheid is het om na te gaan hoe de Algerijnse regering het geweld kan aanpakken.
Ja, hierna past alleen maar stilte. We nemen dan ook afscheid van u. Maandag zijn we.